Een van de grootste NBA-sterren van het moment is de 31-jarige Tony Parker Jr. Hij is point guard bij de San Antonio Spurs en heeft maar liefst 3 keer de NBA gewonnen. Tony Parker blijkt echt een Nederlandse roots te hebben en uit een sportieve familie te komen. Frank ging op pad en zocht de wortels van Tony Parker op en begon op de Amsterdamse bosbaan. Jan Wienissen in de finale bij de Skiffs. Met ruime voorsprong gaat Jan Wienissen op de finish af. Meneer Wienissen, ik wil het even hebben over Tony Parker. Ja. Die kent u, hè? Ja, die ken ik wel, ja. Ja, dat is een kanje. Dat gastje dat vliegt naar de basket toe alsof hij 2,10 meter is. Ja. Terwijl hij maar 1,90 is, geloof ik. Ja, en 3 keer een NBA gewonnen. Ja. Ik zou het even leuk vinden om even heel kort eigenlijk de Nederlandse roots van Tony Parker in kaart te brengen. We moeten toch eigenlijk in dit geval een beetje beginnen. Bij u, hè? Weet u het nog? Ja, 68. 68. Ja. Mooi moment, dit, ja, ja. Die zetten we even hier neer. Kijk, en dit is uw zuster. Jeetje. Suzanne. Model, hè? Ja. Een knappertje. Ze heeft al meegedaan aan de Miss Nederland. Ja, ja, Miss Holland-verkiezing. Suzanne Wienissen, 20 jaar. Ja, dat ben ik zelf. Ja, bijna geworden, toch? Jawel, jawel. Maar er waren altijd nog wel mooiere meisjes. En dan deze? Ja, mijn zus. Ja, goed, Jetty was natuurlijk een absolute sportmeid. En zij basketbalde. Oh. Puur om haar bewegelijkheid te verbeteren. Maar dat verklaart een hoop. Het was voor het eerst dat mevrouw Baars de hoogste spurt van de Nederlandse tennisladder bereikte. Dit is uw zus, Jetty. Jetty, ja. 35 jaar oud geworden. Ja. Omgekomen met een auto-ongeluk. Verkeersongeluk. Ja, verkeersongeluk. Maar die was erg goed in tennis, hè? Ja, maar ze had niet het talent van mij toen. Nee. Maar die is ook belangrijk in de roots. Want Jetty, ja? Die kreeg een dochter. Ja? Pamela. Dat is uw nichtje, toch? Ook een model. Dat is ze. En dit is haar man, Tony Parker, senior. Tony Parker van Parker Leiden, 1,96 meter, de grote showman. Was een Amerikaan en die speelde hier voor Leiden. Ja, Parker Leiden. Parker Leiden. En later is hij naar Haarlem. Naar Haarlem gegaan en toen naar België. Ja. En van België is hij toen naar Gravelines, geloof ik, naar Frankrijk gegaan. En in België is hij geboren. Een gekke familiegeschiedenis zo. Nou, het heeft iets wel met genen te maken, denk ik. En het heeft ook natuurlijk te maken met de sfeer, hè, in je familie. Hè? Ja. Waar wordt over gesproken. Wat ik me ervan terug kan herinneren, dat wij wel in een familie opgegroeid zijn waar een soort van competitiviteit plaatsvond. Dus was de een ergens goed in, deed de ander iets anders waar hij heel goed in was. Maar hij weet wel dat zijn oom ooit Olympisch kampioen is geweest in 68. Nou, weet je wat het is? Kijk, ze zit in Amerika. Als ik in Cuba zit, zit ik me ook niet zo druk te maken over Nederland. Ja, ik denk als je uit zo'n familie komt waar nog wel het een en ander heeft plaatsgevonden, dan val je niet zo heel snel van je stoel. Nee, hij weet het wel natuurlijk. Maar hij is heel erg bezig daar in Amerika natuurlijk. Dit zijn een van de grootste sportmensen in de Amerikaanse basketbal. Nou, je kunt wel zeggen dat hij inderdaad de top is van onze familie, ja. Maar toch is het hier begonnen? In Amsterdam, ja. Als dat allemaal niet was gewend, dan had Tony Parker er niet gestaan.